Deze week op de rollenbank een lekkere dikke Mercedes. Het is een E400 van jou. Het is jouw auto, tenminste samen met je vader, hè? Ja, klopt. Ik heb hem inderdaad 1,5 jaar geleden samen met mijn vader gekocht. We waren op zoek naar een, in deze tijden toch een auto met een zescilinder. Ja. En toen uiteindelijk bij de E400 uitgekomen na een aantal proefritten met verschillende auto's. Ja, rijden veel mee? Dat valt op zich wel mee. Ik denk rond de 15.000 kilometer per jaar dat hij rijdt. Hij heeft nu 165.000 gelopen en veel plezier van. Ja. Je zegt dat je tuningsplannen hebt. Wat is je idee? Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er vandaag uit gaat komen. Er zou 333 pk in moeten zitten, maar met een biturbo 3 liter, ja, als hij toch richting de 400 kan, dan... zou dat toch wel heel gaaf zijn. Ja, ja. En dan kan ik me ook niet aan de indruk onttrekken dat we hier een beetje sluikreclame staan te maken. Dat klopt. Dat, ja, wat heeft dat te betekenen? Een goede vriend van mij die heeft inderdaad in Rotterdam eigenlijk als hobbymatig auto's poetsen. Ja. En dan, we zijn vanochtend nog druk bezig geweest om de auto helemaal in deze staat te krijgen. Oké. Okay. Ja. En waarom moet ik naar hem toe en niet naar een willekeurige andere auto poetsen? Dit is de Rotterdamse autopoetsen, niet lullen maar poetsen, om het zo maar te zeggen. En er zit veel liefde in voor een goede prijs. Ja. Okay. Dat is natuurlijk een mooie deal altijd. Nou, zo kan hij wel weer. Dan hebben we een auto die flink veel meer levert dan in het boekie. Maar jij lijkt er niet verbaasd over. Nee, eigenlijk alle moderne Mercedes'en, zeg maar, hebben 9 van de 10 keer uitzonderingen daar gelaten. Dan doen ze eigenlijk altijd wel wat meer vermogen dan de papieren opgeven. Ja. Ook natuurlijk om gewoon elke discussie te voorkomen van claims op uiteindelijk te weinig vermogen. Dat wil je natuurlijk als fabrikant gewoon helemaal niet hebben in deze tijd. Nee. En kijk, uiteindelijk als je kijkt naar de motor, best wel een serieus groot motortje. Dus die hoort dat toch op zijn sloffen te draaien. Nou, jullie gaan tunen met deze auto. Weet je zo wat er mogelijk is? Ja, makkelijk over de 400. Dat doet hij echt wel fluiten. Ja. Dus dat gaat goed. Hey, nou heb je al flink meer vermogen dan opgegeven en toch wil je hem gaan tunen. Wat is dan je idee? Wat is je doel ermee? Ja, dan had de 364. Misschien toch maar de 400 aantikken, de E400. Ja. Dat zou toch wel een mooi resultaat zijn, denk ik. Ja, daar hadden ze natuurlijk bij Mercedes ook over na moeten denken. Daar had toch 400 pk in moeten zitten natuurlijk. Hè? Dat vind ik ook wel. Ik begrijp het.